zometeen bij Fox Kids. Ongelofelijk wat Team Extreme hier laat zien. Action Menu. Vandaag in Action Man. Alex doet mee aan een bloedstollende race in het midden van de grote oceaan. De ene seconde is er de kick van de overwinning. De andere seconde de kaken van een grote witte haai. Dan krijgt Alex een onverwachte bondgenoot. Een dolfijn. Maar als Dr. X de dolfijn kidnapt, ontdekt Action Man het waanzinnige plan van X. Hij wil de aarde hervormen. Nu moet Action Man en de dolfijn redden en X tegenhouden, die met onderzeese aardschokken de wereld wil vernietigen. Kawabunga! En welkom terug bij de Nieuw-Zeelandse Parasurfboard Power Run, uiteraard live! Wee-hoo! Ah! Wow, baby, yeah! En dit noem ik nou kanaalsurfen! Alex Man, de Action Man, ligt aan kop en gaat als een speer. Daar komt Red Rogers en ze liggen gelijk! Sorry, Red. Deze win ik! Wow! Wow! En Action Man blijft aan de leiding! Oh! Kijk nou, ik heb zelfs hier publiek. Maar Red Rogers zit hem vlak op de hielen. Wie als eerste finisht, wordt 's werelds grootste para-surfboardkampioen. Kom op, Alex, je moet winnen! Yeah, kom op! Met een absoluut verbazingwekkende stunt naar de overwinning vliegend, wint Alex Mann alweer! Yes, okay! Yeah, knap gedaan, Alex! Yeah, yes! Alex, kijk uit! Er zit een grote vis achter je aan en hij heeft vreselijke honger! Alex! Flikkertand, ik ben misschien lekker, maar geen eenapskrekker. Ah! Glider, naar beneden, nu! Rustig, Fitch. Het is wel Alex waar je het over hebt. Ja, Alex. En een witte haai met een stel hakmessen. Alex, schiet op! Voordat die haai je contract opzegt! Voor altijd! Sorry, jongens. Moet een vriend helpen. Jullie vormden wel een team, hè? Nou, ik noem hem, denk ik, Triton.
Wat doe je, Triton? Kom je ook bij Team Extreme? Triton? Joh, dat is toch geen naam? Het is een vis! Eigenlijk is hij geen vis. Hij is een zoogdier. Wat is dat? Jongens, dit geloven jullie nooit! Dr. X. En hij heeft Triton. Stook de motor op. We gaan achter hem aan. Achter hem aan? Dat was Dr. X. Triton redde mijn leven. Ik laat hem niet achter bij Dr. X. Big Air is de vliegende basis van Team Extreme. Een geweldig vliegtuig. Het stijgt op als een helikopter en landt op de grond of op het water. Het is uitgerust met allerlei high-tech snufjes. Inclusief sonarapparatuur die onderzeeërs kan opsporen in 's werelds diepste oceanen. Gooi de sonar uit! Ik heb een puls van X en Sub. Maar er zijn allerlei storingen. Hé, je kent dit gebied. Het ligt vol gezonken slagschepen. Nou, ze kaatsen de signalen keihard terug. Wacht, ik hoor nog iets. Ah, wat is dat? Volgens mij grote seismische activiteit op de oceaanbodem. Zoiets als onderzeeaardbevingen. En per ongeluk is Dr. X dan ook toevallig hier in de buurt? Ja, yeah, hij is iets van plan. Kijk of je de bron van de onderzeebevingen vindt. Vind ze en we vinden X. Alex, dit is zot. Je weet helemaal niet wat voor enge dingen je daar beneden te wachten staan. Nou ja, daar kom ik dan wel achter. Niet kijken, jongens, maar volgens mij is dit de oorzaak van de schokken. En dat niet alleen. Wat bewegen die haaien vreemd? Jongens, ik verdwijn even. Wacht op mijn teken en ik zie jullie weer boven. Jongens? Alex? Alex? Ik krijg geen signaal. Dokter, ik zit er vast tussen. Wow! Ik sta nu op mezelf. Hey! Zo te zien ga ik naar een dinertje waar ik niet weg kan tenzij ik gegeten wil worden. Precies op schema, meneer Mann. Ik wist dat je dit lab zou vinden.
Je bent precies op tijd voor mijn aardschokkende overwinning. Je bent mijn gevangene, Action Man. Zonder hoop mij te stoppen of te ontsnappen. Meedogenloze schepsels vind je niet. Eenmaal hun prooi ontdekt en ze geven nooit op. Net als ikzelf. Ik zag reeds de familiegelijkenis. En wat is het grote plan? Word ik soms voer voor je vissen? Ah, een appetijtelijk idee inderdaad. Maar zij dienen mij slechts als verdedigingsgroep om indringers als jij te bewaken. Kijk even mee hoe ik ze recruteer. Dankzij mijn trilobuk heb ik hem nu volledig onder controle. Val hem aan, beestje. Genoeg. Ja, dat is heel netjes, Doc. Maar ik heb het gevoel dat je grote plan meer omvat dan het hersenspoelen van vissen. Ga maar, beestje. Ga naar de anderen. Zoals je al raadde, er is een groter plaatje. Groter zelfs dan je durft te denken. En het omvat deze onderzeese breuklijn, die sinds kort relatief kleine bevingen veroorzaakt. Auw! Weet je zeker dat je daarmee Alex vindt? Ze leiden ons direct naar het bevingscentrum. Vind dat en we vinden Alex. Rustig, Fitch. Geen zorgen. Correctie. Wel zorgen. Ricky! Haal ons hier vandaan, Grinder! Motor nummer 2 is ontploft! Doe nou, mop! Laat me niet in de steek! Dat heb je met vliegtuigen. Ze moeten ooit landen. Een aardschok alleen stopt Team Extreme echt niet. Jij hebt gelijk, Action Man. Wat dacht je van een wereldschok? Deze echolocaliseerversterker kan geluidsgolven een miljoen keer krachtiger maken. Door zo'n hoeveelheid energie op het diepste gedeelte van een breuklijn te richten, kan ik hele werelddelen laten zinken en nieuw land creëren. Zo kan ik met gemak de wereld vernietigen en haar hervormen zoals ik wil. Dat noem ik nou recycling. Ik maak een nieuwe wereld, mijn nieuwe neo-mensheid waardig. Degene die jouw apparatuur naar die aardschokzone moet brengen, pleegt zelfmoord. Precies. En ik heb reeds een perfecte vrijwilliger. Triton. Mijn echolocaliseerversterker versterkt zijn natuurlijke sonar. En daardoor wordt hij de perfecte onderwater aardschokmachine. En nu, net als de haai, heb ik hem onder controle. Laat hem los, X. Nu! Zoals je wilt. Triton, nee! Ga, mijn beestje. Creëer aardschokken voor me.
Precies zoals ik het had voorzien. Ben je mijn beveiliging vergeten soms? Vernietig Action Man! Vermorzel hem! Ik moet Triton redden, anders vernietigt hij straks de hele wereld. Eerst maar eens zorgen dat die haaien dat niet doen bij mij. Hallo? Dat houd je wel daar. Oh, fijn. Nu gaat iedereen opeens meedoen. Man. Dag jongens! Mijn haaien ben je te slim af, Action Man. Maar je weerhoudt mijn dolfijn er niet van de wereld te verwoesten. Je bereikt hem nooit op tijd. Het is niet jouw schuld, Triton. Dr. X heeft je in zijn macht. Ik zorg dat je vrijkomt voordat Dr. X jouw schade laat aanrichten. Het is wel schudden, maar ze houdt het. Ah, mijn hoofd doet zo zeer. Au! Nu zwelt hij op. Weet je wat pas zwellen is? Komt ie? Au! SOS, SOS, dit is Big Air. Er komt een wolkenkrabber van een vloedgolf op ons af. Jongens, hebben je vrienden problemen, Action Man? Je hebt geen idee wat er gaat gebeuren met deze planeet. Wat het me ook gaat kosten, X. Ik bevrijd Triton en ga jou stoppen. Niet als jouw vriend jou eerst stopt. Aanvallen. Triton, nee! Het is tijd om weer zelf te gaan denken, Triton. En tijd om X en aardschokken te stoppen. Yes! Nu worden we nat! Wat gebeurde er? Iemand redde ons vege lijf. En volgens mij is die iemand Action Man. Graag gedaan, Triton. Maar het is nog niet voorbij. Het lijkt erop dat ik zelf jou moet vernietigen, Action Man. Zeg maar dag tegen je vissenvriend. Had je gedacht, X? En hij is geen vis. Amp it up!
Tijd voor actie! Oh! Nee, mijn lamp! Niet kijken, Doc, maar iemand heeft een oogje op jou. Huh? Nee, nee, ga terug, ga terug! Alsjeblieft, Triton, zeg maar dag tegen Dr. X en hallo tegen je vrijheid. Het was fijn werken met je, Triton. Geen slechte vent, voor een vis. Eigenlijk is hij geen vis. Hij is er een van Team Extreme. Zometeen bij Fox Kids.